Hey iedereen, welkom. Het is hier terug, Tom's Retro Corner, TRC underscore live. En vandaag gaan we terug, episode 18 van Pokémon. Wij zullen ons begeven naar Celadon City voor Erika's Gym Badge. Dus laten we er eigenlijk maar gewoon aan beginnen. Ik heb denk ik niks van voorbereiding meer gedaan. Ik ben gewoon gestopt waar dat we gestopt zijn. Lijkt mij... Ja, het lijkt mij wel. Oké. Even... Bicycle. Hier zijn eerst allemaal nog trainers dat we moeten verslaan. Vulpix, we gaan Mew gebruiken, want Mew kan Bubble Beam. Voilà. Big score. Twee Pokémon, Clefairy. Critical hit, dat is nice. Agility, oh dat is echt een kut move. Nee. Abandon learning, agility, ja, want dat is echt. Het heeft echt geen zin om dat te leren. Terug naar critical hit, nice. Ik dacht dat Pikachu Thunder ging leren ofzo, maar ik weet niet of dat hij dat eigenlijk leert. Voor de rest. Grimer. Critical hit again. Muk. Oei. Muk ziet er wel badass uit zo met dat stuk. En we kunnen al teruggaan, want Pikachu is potions. Hey. It's not logical. Sorry voor het vervelend potion geluidje. Voilà. School is fun, but so are Pokémon. Eén Pokémon maar. Coffee. Zolang dat hij maar geen potion gas doet, is het goed. Dat was een critical hit, dus dat is nice. Vijf Pokémon. Laten we onze zwakste Pokémon maar eens pakken en gewoon Pidgeotto gebruiken. Dat die ook eens een beetje leveled. We moeten nog steeds een Pidgeotto hebben, dus Wing Attack, oh yes! Fuck ja! Ja! Pak gewoon een Whirlwind. Whirlwind is best wel een kut move. Wing Attack is echt een goede move trouwens. Pikachu. We gaan wel wisselen. We gaan Nidoking pakken. Ding 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 ding. Oké, nog een trainer. Wat zegt deze lieve man? Ah ja, dat is een trainer, oké. Poliwag. Die heeft de Pokémon gekozen tegen Pikachu, jong. Poliwag, we gaan niet veranderen. Ik denk dat gewoon Thunder Shock al genoeg is voor die Poliwag. Pikachu level 34, nice. Poliwhirl.
We gaan eens proberen wat Thundershock genoeg is. Ik weet het niet. Thunderbolt was sowieso genoeg geweest, maar blijkbaar Thundershock ook. Ding, 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 ding. Voor de rest, zijn jij nog mijn trainer? Ja, dat is ook mijn trainer. Een Voltorb. Gelukkig dat we moves zoals Swift hebben en zo. Wat heb jij nog? Een Koffing? Laten we Pidgeotto pakken. Zou heel graag hebben. Voltorb kan volgens mij geen Thundershock. Oh ja. En zijn laatste is een Magnemite. Magnemite kan wel Donderschok, denk ik. Dus we gaan Nidoking pakken. En dat is een critical hit, wat wel nice is. Nidoking level 31, dat is ook cool. Ik ben benieuwd wanneer dat Nidoking trash leert. Ik denk toch dat hij dat leert, dus. Voilà. Dit is terug zo'n hele lange tunnel dat we gewoon gaan skippen. Dat heeft iemand te zeggen. En welkom iedereen in Celadon City. Hier hebben we wel wat te doen. Maar we gaan eerst zorgen voor... Ik weet totaal niet waar dat je dat koopt, dus het zal zoeken zijn. Nee, ook niet. We zoeken een Thunderstone voor Pikachu te laten evolueren. TM18, ik weet niet wat dat is, dus we gaan dat een keer bekijken. Counter, nee, dat gaan we gewoon weggooien. Dat hebben we echt niet nodig. Misschien verkoopt in deze tunnel. Er is er alleszins iemand hier dat stones verkoopt. Aha. Interessant om te weten. We hebben een silkscope eigenlijk nodig. Voor in Lavendertown, voor die ene ghost eigenlijk naar Pokémon te laten worden. Dat is eigenlijk Marowak, spoilers. Dus, maar je kunt het ook met een Pokédoll doen. Als je een Pokédoll nu koopt en je gaat terug naar Lavendertown, dan kun je gewoon doorgaan. Maar we gaan de game gewoon spelen zoals intended is. Welasse boys! Sit back and relax. En onze Pikachu is nu in de Raichu. Dat kwamen we hier al doen. Dus nu kunnen we dit stuk eigenlijk terugleven. Daar zien jullie de gym al, dus daar gaan we naartoe nu. Zo. En dit is dus de Celadon City Pokémon Gym, Leader Erica. Tink, 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 tink.
Wing Attack hebben we op de juiste tijd geleerd, want dat is critical. Voilà. Wing Attack is super effectief tegen alle gras Pokémon, denk ik. Dus dat is handig. Vooral hier. Oddish. We hebben eigenlijk niks goed tegen grassoorten, dus we hebben geen vuur-Pokémon of zo. Wat je wel kunt doen is een beetje terug hier, op die road waar dat al die trainers stonden. Daartussen kun je een Growlithe vangen en die Growlithe kun je dan met een Firestone laten evolueren naar een Arcanine. En dat is wel sterk. Oh wacht, we gaan ze allemaal verslagen. Hè. Bulbasaur. Oh, die heeft ook een Ivysaur, dat wist ik zelf niet meer. Maar ik denk dat dat nog steeds een one-hit KO is. Toch niet. Ah, oh, heeft hij meer te potion? Sorry voor het irritant potion geluidje terug. Is dat volledig hier? Allee. Maar het is niet zo ver terug, het is niet zo ver terug. Dus ik zal jullie laten zien waar je dan die Growlithe kunt vangen, nu dat we hier dan toch zijn. Hier in het gras links van ons zitten Growlithe. Voor moest je proberen problemen hebben met Erika te verslaan. Dit is trouwens die kut lange tunnel dat we gewoon gaan skippen. We gaan dat doen voor Abraham. Dan ziet hij dit als laatste Pokémon. Center, denk ik. Beauty heeft maar twee Pokémon blijkbaar, dat zijn Bellsprout en Weavinbell, I guess, ofzo. Nee, het is Double Bellsprout, boys. Pidgeotto, level 33. Ik zeg het, ik weet niet meer op welk level dat Pidgeotto evolueert. Ja. Degene nu rechts van mij is Erika, maar we gaan ze allemaal verslaan gewoon voor de XP, voor de Pokémon. Dit is heel goede XP voor Pidgeotto. Reflect. Dat gaat niet veel doen, maat. Thank you.
546 XP, dat is niet slecht, dat is niet slecht. Welcome to Sullivan City. You better not underestimate girl power. Van vroeger Victory Bell altijd zo'n coole Pokémon, hè. Ik weet niet waarom, maar dat was een van mijn favoriete gras Pokémon. Ik denk dat Erika een Victory Bell heeft. Ik ben niet zeker. De Gloom, Erika heeft ook een Vileplume als ik mij niet vergis. Oh, niet Stun Spore of zo. Nee, nee. Ja. Ik weet niet of we iets hebben tegen Paralyze, anders gaan we terug naar een Pokémon Centrum moeten. Dus we zullen een keer kijken. We hebben een Awakening, maar daar zijn we niks mee. Dat is altijd kut aan gras Pokémon, dat die dat kunnen. Maar met Abra zijn we nu heel snel aan het Pokémon Center, wat wel handig is. We moeten weer iets wat dinges in onze bank steken, want je kunt maar 20 items of zo dragen. Wat heeft die man eigenlijk te zeggen? Wat een mens, this gym is great, it's full of women. Wat een mens. Don't bring bugs or fire Pokémon in here. Arish? Pidgeotto 34, nice, nice. Gloom, we gaan niet changen. One afmaken met een quick attack. Ik denk dat Pidgeotto evolueert op 36. Ik ben niet zeker, hè, maar ik denk dan zoiets. Oké, boys. Dit is Erika. Hello, lovely weather, isn't it? It's so pleasant. Oh dear, we must have dust off. Welcome, my name is Erika. I am the leader of Celadon Gym. I teach the art of flower arranging. My Pokémon are of the grass type. Oh, I'm sorry, I had no idea that you wish to challenge me. Very well, but I shall not lose. Het begint zelf met een Victory Bell. Nice. Dat was al heel goed om te beginnen. Ja. Maar dat is niet erg. Dat is één Pokémon dat ze gewoon verspild heeft. Tangela. Dat was ik nog vergeten dat hij een Tangela had. Ik ben trouwens ook vergeten waar je Tangela vangt. Ik denk dat dat in de Safari Zone is ofzo. Oh. Hurt by Potion, ja dat wist ik. Super Potion,
En ik denk dat de laatste Pokémon een Vileplume is, ja. We gaan niet changen. Ik denk wel dat we eraan gaan. Of ik moet ineens een critical hit krijgen, maar... Nu is super effectief. Pidgeotto 36, 35, ja, oké. Voilà, dit was Erica. Megadrain is een hele goede aanval voor gras type Pokémon. We gaan die zelf direct leren. We gaan die leren aan Ivysaur. Ah ja, voor als je het nog niet wist, Mew kan alles leren. Echt gewoon elke move. Ja. Leech Sheet, graag. Mega Drain. En zoals jullie zien hebben wij nu 4 badges. We zijn al aan de helft van alle badges. Dus dat was het voor episode nummer 8. Ik dank jullie allemaal om te kijken. Als je het cool vindt wat ik doe, laat zeker een duimpje hier beneden op YouTube langs. En geef mijn channel zeker een subscription als je cool vindt wat ik doe. Voor de rest allemaal nog een hele goede dag. Yo, salukes!